De gemeenteraad heeft het college van Heilo verzocht om te komen tot een voorstel voor een beperkte aanpassing van het huidige parkeerbeleid waarbij een lagere parkeernorm wordt vastgesteld voor kleinere woningen. Het bouwplan aan de ter Koelsterlaan is een project waar dit parkeerbeleid van toepassing is en komt daarmee in aanmerking voor het hanteren van de verlaging van de parkeernorm. In het bouwplan zijn 46 appartementen opgenomen en door de architect is een schets getekend waarop 74 parkeerplaatsen zijn aangegeven. De parkeervraag van zowel woningen als het nabijgelegen kerkgebouw verschilt op verschillende momenten van de dag. Vooruitlopend op het nieuwe beleid is de berekeningsmethodiek toegepast op de parkeervraag van het bouwplan omdat het bouwplan ter koelster de eerste ervaring zou kunnen worden met de nieuwe systematiek, zullen met de eigenaar Kenner bewonen afspraken gemaakt worden hoe te handelen in het geval de methodiek voor het bouwplan ter koelster niet toepasbaar is. Hierbij valt te denken aan afkoop van een aantal parkeerplaatsen. Overigens is dit bouwplan in Heiloo niet onomstreden. De werkgroep Red de Rimboe Heilo is in actie gestart om te voorkomen dat de nieuwbouwplannen aan de terkoelste laan in Heilo leiden tot ernstige aantasting van flora en fauna op deze plek.